En welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is iedereen. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog online komt. Of een livestream of eerder, whatever. We gaan de Q&A doen. Het is morgens vroeg. Ik ga dat tot kwart na ongeveer doen. Nee, tot tien na. En dan de vragen die ik niet heb kunnen beantwoorden, die beantwoord ik dan straks na mijn werk. Oké. Okay. Oké. Okay. Er zijn redelijk wat vragen. Mis je Karel? Ja, ik mis Karel. Boef, zei de pins. Rust in vrede, Karel. Karel is niet dood. Psycho, Among Us, Steen. Heb je het moeilijk met het overlijden van Karel? Karel is niet dood. Walter, heeft Karel je al die tijd misleid? Nee. Danny, komt er een rol van mij van Motvrij? Nee. Walter, wil ik je rust op meenemen? Oké dan. Chair Bos Tjefke. Nee, ik ging die krijgen, zei Dimi. Dan Kiever. Ik kom denk ik ook wel in aanmerking. En dan Steen, ik ben al stagiair geweest. Kiefer en ik oefen mot. Bos Tjefke, hoeveel vrienden je al, hoeveel verdien je als mot? Niks. BRNT, macaroni met kaas en hest van Alex Matthijske, macaroni met kaas en hest van Resto of macaroni met kaas en hest die integraal zelf heb gemaakt. Dan gaan we, we gaan ook eens binnenkort nog eens macaroni met kaas en hes zelf maken. Waarschijnlijk deze weekend. Ad BRNT. Ik ga nog een toevoegingske aan toevoegen. Of macaroni met kaas en hes van mama. Nee, macaroni met kaas en hes van mijn mama nooit. Dat maak ik altijd. BRNT, dat is een goede toevoegingske. Dan Proof Side the Pins, dank u bij deze. Proof Side the Pins opnieuw. Hallo Dimitri, in de vlog zei je dat je op Bewel hebt gebandoleerd. Wat houdt dat in? Kunt je een voorbeeld geven over het bandoleren? Eens even kijken als er iets staat op internet van bandoleren. Wacht, bandoleren. Wacht, ik ben het even aan het top aan het zoeken. Ja, ik zal het zelf moeten uitleggen, want ik kan het blijkbaar niet te goed vinden. Wel, als ik over bandoleren spreek, dat is gewoon bijvoorbeeld, je hebt een product die al af is, dan moeten we die nog op een band zetten. Dus die gaat dan heel stilletjes ervan door een oven, waar ook dan plastic rond. Dus voordat die in de oven gaat, komt er nog plastic over, plaat, wordt dat ook afgebrand, dat daar ook een naad aan zit. Dan gaat dat schoon door de oven, dat die plastic dan daar rond kan krimpen. En dan de andere persoon, aan de andere kant van de machine, moet die dan bestickeren. En dan nog op de palet zetten. Dat is het. Ben je nu integraal naar Ardennen gereden om daarna gewoon terug te rijden? Nee, we waren eigenlijk van plan om gaan te wandelen daar. Want ik had een wandelroute uitgestippeld. Kovat, heb je tips om een wachtwoord te kiezen? Ik gebruik de naam van de zeven dwergen in mijn pincode. Heb je ook een goede systeem? Ik heb een willekeurige code genomen. En die heb ik altijd onthouden. Kiefer, wat is uw naam in het Russisch? Wacht hè. Vertalen. Kunnen we dat eens doen? Dimitri in het Russisch, hè. Ik ga eens beluisteren ook. Dimitri. Oké, nu hebben jullie het gehoord. Misschien kunt je hier integraal nog eens vragen welke spelletjes je moet kopen. Ah ja, Dimi kan misschien wat opzoekingswerk dan doen. Ja. Zeg Dimitri, welke spel raad je me aan? Nek
Coopera of Nigligé. Ik kan niet kiezen. Het lijkt allebei leuke spelletjes, anders kan je ze spelen in een livestream. Dan kan ik met plezier mee. Zal er goede content opleveren. Ben benieuwd. Deze staan integraal op Steam. Vandaag de Q&A. Ja, dat was normaal gezien gisteren. Kreeg ad site Boevenpins integraal volledig een nieuwe kans als editor voor Psycho TV. Die kans zit er heel groot in. Ja. Hij heeft nu een opdracht gekregen van mij, dus voor een intro te maken in winterstijl. Dan gaan we nog even gauw over naar de YouTube-vragen. Vlog nummer 1090, daar zijn twee reacties opgekomen. Yo Dimi, hoe zit het met die superfan? Gaat die nu echt geld kosten? Kan ik dan eventueel met RuneScape Gold betalen? Nee, ik heb geen RuneScape-spel. Geen RuneScape Gold, Dimi. Dimi speelt dat spel niet. Voilà, Smeerpik heeft mijn vraag ook al daarin beantwoord. Dan gaan we door naar de vorige Q&A, 1010. Emius Pro Viewbot. Ik kom erin op 3230. Jij, bedankt voor de Q&A. Ja, je komt daar dus echt ook in voor. Ik zal het jullie ook laten tonen. Dus ik ga het toch een keer eens hub opzetten. Voilà, nu hebben jullie het ook gehoord. Hij komt daar ook in voor, dat klopt. Bedankt voor de integrale boodschap naar mij, Bea. Oké. Hey Tamara. En dan heb ik ook nog een livestream gehad, daar zijn 0 reacties op gekomen. Dan heb ik nog een livestream gedaan, daar zijn ook 0 reacties op gekomen. Je kunt er altijd... Achter het livestream kunnen jullie ook nog altijd reageren op die livestream. Dus daar beantwoord ik ook nog altijd die vragen dan ook nog eens op. Hè. Jungselke, vandaag heb ik een verhaal geschreven. Kan je dit even voorlezen, Dimi? Diep in de binnenland van het Afrikaanse land Ghana leeft de koning der dieren, koning Leo. De koning heeft al veel kleine dieren opgegeten. Op de dag hoort mevrouw Haas met haar lange oren koning Leo tegen zijn vrouw zeggen dat hij van plan is slim konijn op te eten. Een goede vriendin van mevrouw Haas en een meester in het oplossen van problemen en raadsels. Tot haar verrassing antwoordt slim konijn: ik ga naar koning Leo en bied mijzelf aan. Ze ontmoet de koning Leo en zegt dat ze zich niet zal verzetten als hij haar wil opeten, maar stelt voor dat hij beter 3 weken kan wachten. Zij kan dan intussen wat dikker worden. Ik ben nu al bot. Ik denk niet dat je me nu echt lekker vindt. Koning Leo accepteert de aanbieding, maar na 3 weken is Slim Konijn nog niet aangekomen. Toch gaat zij naar de koning toe en zegt: er is nog een leeuw in het bos, groter dan u, en hij eet alle kleine dieren op. Koning Leo is woedend en vraagt haar onmiddellijk naar die leeuw te brengen. Slim Konijn begeleidt hem naar een meer en wijst naar het water. Daar is hij, zegt ze. Ja, daar is zijn rival. Een koning Leeuw springt in het water om te vechten. Zodra hij zich realiseert dat Slim Konijn hem misleid heeft, probeert hij uit het water te klimmen. Te laat. Katten kunnen niet goed zwemmen. En koning Leeuw verdrinkt. Slim Konijn, mevrouw Haas en al de andere kleine dieren uit het woud vieren een groot feest. Amai, het was een mooi verhaal. Dan gaan we terug naar een livestream. Daar zijn... dat is niet een livestream. Een vlog nummer 1012. Goed bezig, Dimitri. Doe je in het vervolg anders nog minder moeite? Misschien gewoon volgende keer een oude vlogs terug uploaden? Nee, dat doe ik niet. Team, ik wil geen haat geven, maar ik heb hoofdpijn en oor gekregen omdat we waren Champions Song in... Champions Song. En ik had oortjes in en kun je AB... Eraan doen. Groetjes Jeroen Elslijk. Ik zal er eens even op terug doen. Waarom wordt er vanaf minuut 26 weer een spiegelbeeld gefilmd? Oh ja, ik moet de magazine hier zetten. Ja.
Ik ga daar ook proberen mee op te letten dat ik altijd mijn camera aan de ene kant van mijn wagen zet. Oké. Dan weten we dat ook weer al. Dan zijn we aan vlog nummer 1013. Smeerpik. Upload dan niks. Hé man, serieus gewoon zware brol. Vlog. Je doet letterlijk geen hol buiten de hele tijd te gapen naar de camera. En nog te laat, je upload echt niet normaal. Ja, sorry. Onverantwoord auto rijden. Als je half slaat, dadelijk crash je hem nog eens. E-mails Pro Viewbot. Ja, dat is echt niet te doen. Wat een kutkwaliteit. Dankjewel, e-mails Pro Viewbot. Lucas, ik stop met kijken tot het beter wordt. Succes nog. Oké, Lucas, tot de volgende. En dan is er nog een livestream geweest. Daar is ook nog geen reacties op gekomen. Dan vlog nummer 1014. Joske Pelmers. Er is muziek in de video. Pas op voor copyright. Heb ik hier claims op gekregen? Nee, ik heb hier geen claims op gekregen. Dus burgerlijk heb ik daar geen claims op gekregen. Hallo. Dan heb ik opnieuw een livestream nog gedaan. Daar is ook nog geen reacties op gekomen. Among Us. Er zijn 3 reacties op gekomen. E-mails Pro Viewbot. Je zei dat je mee ging spelen tot half, maar na 20 minuten was je al weg. Spijtig, Dimi. Ik had beter van je verwacht. Ja, maar ik werd weer al... Een slechte daglicht doorgezegd. De goede kwaliteit, Dimi. Proficiat. Dimitri, het hangt nogal vaak vast. Ik weet het, Joske. Ik kan niet livestreamen op YouTube momenteel. Maar daar gaat binnenkort ook nog wel verandering komen. Dan hangt nog ScribbleU. Daar zijn 0 reacties op gekomen. ScribbleU 002. Daar zijn in totaal ook 0 reacties op gekomen. Hallo! En dan nog eens een livestreamje van mijn thuis uit. Daar is ook geen reacties op gekomen. Dan nog 1015. Daar zijn in totaal 3 reacties op gekomen. Kovat, mooie timeslap. Ik heb ervan genoten. Dankjewel. Timmy, ben je weer aan het rust aan het gebruiken op video.punt? Heb je bijna geen pupillen meer? Dus even kijken. Je hebt nu toch ook alles? Ja. Ja. Oké. Okay. Waar was dat? Ah, dat was een... Ik hoor dat niet. Ik wil het nog wakker worden. Ik heb chocomelk mee. Ik heb... wat moet jij drinken? Koffie. Ik was pas wakker. Ik was pas wakker. Zo gelijk nu. Ik ben pas wakker. Dus ik ben nu al de vlog in elkaar aan het steken. En ja. Oké. Okay. Daar heb ik dan op geantwoord. Hè. Ja, daar heb ik ook geantwoord. Oké. Okay. Dan nog... De Happy Christmas, dus de vlog nummer 1016. Daar zijn 3 reacties gekomen. 10.015, standaard Cycle TV vlogs van 2020. Team 3 liegt weer al over het feit dat de dag voorheen niet kon langskomen, omdat enkel Pia zich slecht voelde. Pia verkloot de vlog weer al omdat ze pisset en weer al het rijden en zeilen van Cycle TV stillegt. Gisteren online zijn gekomen, maar ze was even wat ziek geworden en daar heb ik dan nog respect voor. Steek het nu niet helemaal op mij alsjeblieft. Jij voelde je ook niet goed. Dat wou ik ook net zeggen. Dat wou ik echt net zeggen. Maar jij zet mij weer al voor, hè? Ja, omdat jij dat tegen niemand... Tegen die van... Oké. Okay. ...zijn geweest. Christmas at free fun. Ja, tegen die wou je dat ook niet zeggen, dat zou ook kunnen niet lachen. Ja, dus het lag ook een klein beetje aan mij, want ik voelde mij ook niet goed in mijn vel. Zij voelde zich ook niet goed in het vel. Dus daarom dat we gisteren niet zijn gegaan, maar wel vandaag, voor toch wat beelden te hebben voor jullie aan te tonen. Maar jij vond het wel echt mooi, hè? Ja. Echt massa. Ja, oké, dan gaat het over de Christmas Farm Tree. Ja, oké, ik heb een klein beetje gelijk. Extreem leuke vlog, Dimi. Dimi, goed gedaan. Mooie beelden en een goed edit met het sneeuw. Dankjewel, broer, zei de prins. Sorry hoor, maar waarom is Bea altijd pissig? Die verpest de vlogsfeer wel een beetje. Toch een blauw dimpje omhoog voor de moeite. Dankjewel, e-mails voor op Hugo. Ik ga hier nog gauw mijn vlog nog in elkaar steken. Dit waren de vragen op Discord en op YouTube. Nu moet ik de bestanden zeker nog... Ah, nee. Ik ben nu heel snel even aan het kijken wat ik nog moet doen aan VS4U. Een video editor, voilà. Ja, wat erop staat. Dus ik zie jullie allemaal straks terug naar mijn wijk toe. Dus tot straks allemaal.
Yo, en heel veel bedankt om naar de Q&A te kijken, die een eendagske later is dan normaal. Sorry. Zo, hier bij de dokter aangekomen voor mijn papier te laten invullen voor mijn werk. Ja, je ziet, ik zit nog altijd zo met mijn arm. Ik heb nog altijd last van mijn pols. Maar het is wel ingesmeerd. En het is wel ingesmeerd. Dus de medisch attest wordt nu helemaal ingevuld door een dokter. Dus de grieken van de mutualiteit, daar ligt thuis. Dus daar ga ik daar ook dan nog wel op moeten plakken, dan inscannen en dan naar Arne sturen. En dan ben ik weer al in orde. En dan ga ik eens rusten. En kijken wat ik ga doen voor mijn vlog. Voor mijn dag 1017 toch nog heel te krijgen. Ik heb zo snel mogelijk, wat ik nog de enige tip wat ik weet, de bestanden zo snel mogelijk van mijn gsm afhalen. Die dan nog werken. En dan ja, zo proberen te vloggen. Dus mijn laptop hier matig bij mij. Ik zie jullie allemaal straks terug. Yo. Zo, even de deur toetrekken bij de dokter. Je ziet, ik ben met de dokter weer al weg aan het gaan. Weer al alles in orde aan het krijgen. En ik heb tegen Arne gezegd, ik heb weten een deadline voor mijn eigen opgenomen. 22:30 ziet Arne een e-mail verschijnen. En dan... dat is alles in orde, ook mijn papieren en al. Wat ik dan nog ga doen, even, is die ene videobestand even nog gewoon uploaden. Wat ik ook al vandaag heb gemaakt. Tot nu toe zijn mijn beelden nu terug stabiel. Ik heb het opgelost. Ik heb al mijn videobewerkingsprogramma's op mijn gsm stond verwijderd. En hopelijk werkt dat. En ik ben niet met deze hand aan het filmen, wel met mijn andere arm. Maar nu pak ik het even over. Maar ook met heel veel moeite. Oh, kijk eens wat mooi hier is. Oh. Hallo. Ik ga instappen. En dan terug naar mijn thuis toe. Ja, ik ben nu niet rond aan het rijden, mensen. Nee, ik ben nu niet rond aan het rijden. Ja. Dus nu ga ik naar mijn thuis toe. Inscannen. Dan iets eten. En even rusten. En ja, jullie hebben me net goed gezien. Maar ik reed achteruit. Fuck it man. Dat is zo moeilijk is hè. Oh, oké. Okay. Mondrem af. Ja, oké. Okay. Check. Dope. En dan waarom heb ik mijn mondmasker nog aan? Vraag ik jullie. Dat weet ik ook niet. Opnieuw. Ja, dat heb ik gisteren ook gezegd in een vlog. Maar die videobestand is ook net kloten! De kloten! Allee, ik zie jullie allemaal straks terug. I love you allemaal. I love you, I love you, I love you kijkers. Dat jullie elke dag nog altijd graag naar mij willen kijken. Toppie. Dus ik zie jullie allemaal straks terug. Yo. Zo mensen, sorry dat het zo wat donker is. Sorry. Ik moet nog goed iets doen. Dus ik ga de vlogbestanden nu al op de computer zetten, maar nog niet renderen. Dat die zeker al gered zijn. En die niet kapot gaan. Daarbij ga ik ook nog een livestream doen, voor ja, daar ook een duidelijkheid te maken. Dat er iets is. En dat het opgelost moet geraken. Dus ik ga nu een livestream doen.
van onder bij de een half uur of zo. En dan ga ik richting mijn schatje. Hallo allemaal, ik heb zo net een livestream achter de rug. En ja, ik ga nu vertrekken naar mijn schatje toe. Was ik dan nog iets van plan? Is die ook nog iets hier bezig met downloads? Nee. Oei. Ja, ik ga die allemaal al laten updaten. Dan is die ook klaar voor binnenkort ook wat spelletjes te reviewen. Want dat wil ik ook nog gaan doen op mijn kanaal. Ik ga nu integraal vertrekken naar mijn schat toe. Als ik mijn schoenen vind, natuurlijk. Schoentjes, where are you? Ik zet die nooit op de één en dezelfde plaats. Hè. Dat doe ik nooit. Wat ik dan ook nog integraal ga doen, is mijn raam weer al te doen. Ja, als ik altijd rust, moet de raam wagenwijd open. Moet altijd. Dus dan weten jullie dat. Maar ik ga jullie laten. Ik ga nu zo van vertrekken naar mijn schatje toe. Tot zo straks mensen, allemaal. Ik heb zo net weer al een livestream achter de rug. Ik ga nu mijn vlog beginnen in elkaar te steken. En dan ik ga ook nog even de pijlen nog gauw in orde maken. Voor ja, de super fan status. Dus ik ga hier ook nog eens integraal even mededelen. Wat je allemaal dan in de plaats krijgt van uw 5 euro. 6 maanden lidmaatschappij is dit, ofwel voor 10 euro, dat is dan voor een jaar. En wel, wat krijg je dan? Dus je mocht dan met mij mee gamen, dus in de Discord chat spam ik dan de IP van bijvoorbeeld van het Counter-Strike Source IP, of een Data Feed Source IP, jullie krijgen dan ook voorrang, bijvoorbeeld als ik video's ga maken, bijvoorbeeld, ik pak nu Rollercoaster Tycoon erbij. Als jullie een map hebben gemaakt met verschillende rollercoasters en al, jullie krijgen dan ook weer voorrang op het ontwerp. Dus dan maak je daar eerst een video van en dan pas de andere video's wat ik dan ook heb binnengekregen. Wat krijgen jullie dan ook nog bij die 5 euro? Jullie krijgen dan ook 5 dagen op voorhand. Kunnen jullie dan ook inschrijvingen op een fanmeeting waar ik ook aanwezig ben. En jullie krijgen dan ook als eerste de informatie, bijvoorbeeld op welke LAN-party of zo, of gaming evenement waar ik ook dan naartoe ga. Jullie komen dat dan ook te weten. Jullie krijgen dan ook toegang tot een privépagina waar ik dan ook alles op post van daar ben ik aanwezig, daar ben ik aanwezig, daar ben ik aanwezig. Dan kunnen jullie dat ook perfect op de voet volgen. Dan ga ik ook kijken hoe ik dat ook nog integraal ook nog op mijn website kan toevoegen. Zo'n chatbot die alleen maar toegang heeft in de superfan kanaal. Op Discord, dat bijvoorbeeld als iemand geen Discord heeft, dat hij toch nog met zijn 5 euro nog wel mee kan gamen met mij of zo, dan weten we dat. Dan ben ik allemaal ook van plan. Maar elke euro die echt dan binnenkomt, zowel voor de donaties als lidmaatschappij, wordt integraal in PsychoTV gestoken. Dat wil ik zeggen. Dus ook voor een nieuwe PC, noem maar op en al, daar wordt het dan ook echt ingestoken. Ook als ik bijvoorbeeld naar een pretpark of zo ga, gaan jullie dat ook op voorhand allemaal te weten komen. Want dat ga ik ook dan, want dat doe ik ook nog heel graag. Wandelen in de natuur doe ik heel graag, dan spam ik ook mijn wandelroutes naar jullie toe. Dus dat gaat heel veel veranderen, ook in PsychoTV. Dus als je voor 5 euro of voor 6 maanden, dat is bijna geen geld, dan kunnen jullie echt ook meegamen en al. Dus elke euro wat nu wordt gestort in PsychoTV, ga ik echt sparen voor een nieuwe PC-kast. Daar is al redelijk geld al gestort. Dus, maar ik heb nog wat geld nodig voor een nieuwe PC-kast, dat ik echt met jullie dan kan gamen en of leukere livestreams met jullie kan doen. Bij deze. Tot morgen. Vergeet niet op het abonneerbutton te klikken. Hè? En vergeet ook niet op het blauwe duimpje te klikken. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een livestream of een gaming movie of een vlog online komt. Of een mededelingsvideo. Bij deze.
nu ga ik de vlog in elkaar steken. Tot morgen allemaal. Joe.